Hallo allemaal, in deze video neem ik u mee in de nieuwe functionaliteit die we kennen voor het bepalen van de kostprijstarieven bij het boeken van nakalculatieregels. Met deze nieuwe functionaliteit brengen we de modules projecten en HRM en payroll weer een stuk dichter bij elkaar. Wanneer je werkt met een kostprijs bij je nakalculatieregels en dan vooral voor je uren, dan is het belangrijk dat dit een zo zuiver mogelijke kostprijs is. Je wil hier grip en inzicht op hebben. En wat die kostprijs is, ja, dat is meestal een interpretatie per organisatie. Maar voor iedereen geldt dat er over het algemeen wel een paar belangrijke factoren zijn. Met deze nieuwe functionaliteit breiden we het aantal factoren voor het bepalen van een juiste kostprijs breiden we uit in Profit 18. En de eerste die we daarin kennen is het uurloon. Het uurloon kennen we vanuit de medewerker vanaf het tabblad salaris. De tweede nieuwe factor die we beschikbaar krijgen is het percentage uurloon. Denk bijvoorbeeld aan overuren, waar het niet 100% uren zijn, maar 150% uren. De derde is de toeslag. En dat is eigenlijk gelijk degene waarmee we de integratie met payroll te pakken hebben. Mocht een medewerker persoonlijke toeslagen hebben of toeslagen vanuit de CAO hebben, dan komen die vanuit de verloning terug beschikbaar op de nakalculatieregels. En als laatste, ja, om je kosten goed dekkend te krijgen, zit er altijd een percentage opslag op. Om het verder in te vullen met een voorbeeld, gaan we uit van een uurloon van 10 euro. We pakken gewoon normale uren, dus dat is 100% uren. In dit voorbeeld heeft deze medewerker een persoonlijke toeslag van 3 euro. En daar rekenen we een kostprijsfactor of een opslagfactor van 65% voor. Voor deze medewerker maakt dat een totale kostprijs van 21,45 euro. Nou, hoe dit er nou in Profit uitziet bij het boeken van de nakalculatie en waar deze gegevens vandaan komen, neem ik jullie mee naar een Profit voor een demo. In Profit beginnen we op het tabblad van projecten. Onder projecten gaan we naar project, urensoort. Want wat ik net al zei, voor overwerk kan je werken met andere percentages. En dat kan je op de eigenschappen van een urensoort instellen. Op het moment dat je deze functionaliteit hebt geactiveerd, dan hebben we een nieuw veld tot onze beschikking, percentage uurloon. Hier vullen we dan ook in dit geval 150% voor overwerkuren in. Na het vastleggen van de juiste percentages is het belangrijk om de opslagfactor vast te gaan leggen. Dat doen we ook binnen projecten onder prijs en tarieven, kostprijstarief. En hier open ik de regel die we al aangemaakt hebben voor overwerk 150%. Dus deze is gekoppeld aan de urensoort die we zojuist zagen. Ik open de regel en hier zien we een percentage opslag. Deze is 44,5. Nou, ten opzichte van normale uren zitten er altijd bij overwerkuren wat andere kostprijsbepalingen in. Bijvoorbeeld geen verlof. En daarom is deze factor ook wat lager. We kennen ook nog steeds het veld kostprijs. Dus mocht je willen werken voor een deel van je medewerkers met kostprijs, echt absolute bedragen, en daarnaast met een factor voor een ander deel van de medewerkers, dan bestaat deze mogelijkheid ook. Los van die mogelijkheid kennen we ook een afwijkende mogelijkheid voor het boeken van intercompany projecten. Dus mocht je dan met een andere opslagfactor werken, dan kun je dat hier ook gebruiken. In dit geval staan ze allebei op 44,5. Ik klik op oké, ik sluit het kostprijstarief af en we gaan nu een nakalculatieregel boeken. Want dat is eigenlijk waar alle onderdelen samen gaan komen. Dat doen we vanuit projecten, nakalculatie, nakalculatie per regel. En in dit geval gaan we aan de slag met medewerker Floor. Ik klik hier op selecteren en we zien hier al een paar regels naar voren komen. We hebben hier gekozen voor de bovenste regel voor normale uren. Aantal 1. En we zien dat Floor een salaris heeft of een uurloon heeft van 17,87 euro. Nou, we hebben twee regels, eentje met 100% en eentje met 150%. En we zien ook gelijk wat het voor invloed heeft op het loonbedrag. Want hier wordt gelijk mee gerekend. Ik had hem al in mijn introductie genoemd. Het voorbeeld van de 3 euro komt hier weer terug. En die toeslag die we hier zien, die komt vanuit de loonberekening. Kom ik zo op terug. En de verschillen van de 65% en de 44,5% komen hier ook weer naar voren, waarvoor je voor beide regels een andere kostprijs naar voren ziet komen. Nou, waar komen deze aantallen nou vandaan? En dan vooral die 17,87 en die 3 euro in dit geval. Wat ik al zei, met dit project hebben we de integratie tussen projecten en de modules HRM en payroll weer een stap dichterbij gebracht. Ik sluit de nakalculatieregels af en ik ga naar HRM en onder payroll naar de salarisverwerkingscockpit. Hier open ik de medewerker Floor. En bij Floor zien we rechtsonderin bij de grondslagen zien we twee grondslagen beschikbaar.
uurloon ten behoeve van nacalculatie en uurloon toeslag ten behoeve van nacalculatie. En hier zien we gelijk de twee bedragen die we al naar voren zagen komen. Die 3 euro is in dit geval is het een persoonlijke toeslag. Maar die toeslag, ja, dat is eigenlijk ook wel gelijk een stuk waar flexibiliteit zit. Want hoe bepaal je de toeslag nou en wat kan je er allemaal mee doen? Als ik hier het filter net iets anders zeg, dan zien we hier twee eigen toeslagen naar voren komen. Grondslagen, waar we zeggen gemiddeld en werkelijk. Want het kan best zijn dat je op een hele andere manier je kostprijs wil bepalen. Dat het uurloon wel een groot onderdeel is, maar dat je daar misschien wel hele andere zaken vanuit de kostenwerkgever in wil gebruiken. Nou, we kennen verschillende varianten voor kostprijstarieven. Eigenlijk de eerste waar we mee begonnen, dat is de functietijd die we al langer kennen in Profit, dat is een eigen berekening. Je vult een hard bedrag in een Profit en wij gaan daar vervolgens gaan we die ophalen bij het boeken van de nacalculatieregel. Variant 2 heb ik zojuist toegelicht. Die is al redelijk dynamisch, namelijk je hebt uurloon en een opslagfactor en natuurlijk ook bij het urensoort het percentage uurloon. En je hebt daarbij de onderdelen al gelijk van de payroll tot je beschikking. Dus mocht deze medewerker een persoonlijke toeslag hebben of een CO-specifieke toeslag, ja, dan krijg je die in het veld toeslag tot je beschikking. Maar je zou ook nog wat creatiever om kunnen gaan met je toeslagen in een derde variant. En dat is eigenlijk dat je helemaal in de payroll met je eigen grondslagen en je eigen looninrichting gaat bepalen wat zit er nou allemaal in. Want misschien wil je wel werken met de werkelijke kosten, dus daadwerkelijk de kosten van de werkgever, die je vervolgens terugvertaalt naar de kosten per uur, daar het uurloon wel van afhaalt, want dat is natuurlijk hetgene wat je in de regel ook al tot je beschikking krijgt, dan wordt deze waarde netjes gevuld in het veld toeslag. Of misschien wil je juist wel werken met deels werkelijk en deels gemiddeld. Misschien zeg je, nou, een heel groot deel van mijn kostenwerkgever wil ik wel gebruiken, maar ik ga een gemiddelde gebruiken van bijvoorbeeld mijn WW-premie of voorzieningen. Dat is natuurlijk een eigen keuze hoe je meer aan de slag zou kunnen gaan. Maar dat zijn eigenlijk twee varianten hoe je de toeslagen zou kunnen interpreteren. We gaan terug naar Profit. En in Profit kennen we ook natuurlijk binnen projecten de functionaliteit herwaarderen na calculatie. Want al deze gegevens kunnen natuurlijk in de tijd wijzigen. Mochten er regels geboekt zijn, maar vanuit de salarisadministratie of vanuit je HR-processen wordt toch met terugwerkende kracht het uurloon gewijzigd, ja, kan dit van invloed zijn op je kostprijs. Of er komen toeslagen bij. Nou, via herwaarderen na calculatie hebben we ook de processen van uurloon en toeslagen geïntegreerd. Waar zit dat? Onder projecten kennen we bij beheer herwaarderen na calculatie. Nou, in dit geval ga ik uit van 1-1-2020 tot en met laatst mogelijke en heb ik het vinkje kostprijs opnieuw bepalen aangezet. In de wizard voor het herwaarderen van nacalculatie hebben we een x-aantal velden nieuw tot onze beschikking. Het belangrijkste is eigenlijk het vinkje kostprijs op basis van de uurloon. Als dit aanstaat, dan wordt eigenlijk bepaald van de kostprijs die we zo meteen in de nacalculatieregel zien, die is afgeleid van het uurloon. Percentage, wat we net al hebben benoemd, wat voor soort uren zijn er. En hier zien we vervolgens de berekende loonprijs voor deze uren. Eventuele toeslagen die naar voren komen, dit hele riedeltje heb je tot je beschikking. Nou, als ik al deze regels nu selecteer en op voltooien klik, ja, dan worden alle regels geherwaardeerd en zijn ze opnieuw tot je beschikking. Persoonlijk ben ik heel blij met deze nieuwe integratie tussen projecten, HRM en payroll. Met deze nieuwe onderdelen voor het bepalen van een kostprijs, ja, heb je best wel veel flexibiliteit tot je beschikking gekregen om een juiste kostprijs voor jouw organisatie hierin te krijgen. Profit 18 heeft nog veel meer functionaliteit tot onze beschikking gegeven. Kijk daarom ook alle andere video's, maar voor nu, bedankt voor het kijken.